Vroeger, hè? Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Nou ja, altijd. Dan was het ook wel eens hommeles. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot inkeer, dat kon natuurlijk ook. Maar in elk geval, ik geloofde daar heilig in. Totdat ik jaar of 25 was en toen snapte ik, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes, de dieren konden niet praten. Geen sneeuwwitje, geen doorn roosje, geen goed kapje, geen prinses op de erf, geen gelaasde kat, geen repelsteeltje. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. Ja. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. Ja, en die dragen geen putbutsen, lange baden, maar gewone mensenkleren. Alleen in een hele kleine maat. Ik kwam er eens eentje tegen. En ja, toen vroeg ik aan hem. Ja, gewoon zo. Waarom die geen puntmuts op had. Het. Werd heel erg kwaad. Ik snapte daar niks van, maar ja, het was wel in een bos waar ik hem tegenkwam. Dus ja, ik dacht. Dat was heel raar, want ik kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo. Hallo kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik begon mijn zand te gooien zo. Ik zei, hey. En toen zei hij zo, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. En toen dacht ik, nou, dit is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei, je hoeft je niet te schamen, hoor, kaboutertje. Ik ben dol op kaboutertjes. Waar is je holletje? Ik had helemaal rood, ik begon met zijn beentjes te stampen zo. Nee, dat doet toch rustig, man. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken. Kusjes geven en dan wordt hij rustig. Dus ik pak hem vast. Ik kwam een kusje geven, begon ik te spugen. Gadverdamme! Ik zeg, jij bent een stout kaboutertje. En het liet hem los. Toen ging hij op de grond liggen huilen. En zei, kaboutertje, je moet niet huilen. Nee, niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je een kaboutertje? Dat doe ik helemaal niet. Niet huilen, kaboutertje. Je moet niet huilen. Waarom huil je nou? Niet kaboutertje, kijk dan. Hey, kaboutertje, niet huilen, kaboutertje. Dan wou ik hem over zijn hoofd aaien, maar hij trok zijn hoofd weg en hij bleef maar huilen. Ik dacht, ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik in één keer van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom is hij verdrietig? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk, kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld. Ik moet hem terugbrengen naar het diepste punt van het bos. Ja, daar heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een heel eind het bos ingesleept. Daar heb ik een holletje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje heen, maar dat wilde hij niet. Ja, hallo, dan niet, toch? En hij bleef maar huilen, klagen en het schellen. Maar ik zei, nee, kaboutertje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou ga ik.